wangen naar. Ja. Die dikke koppen van ons. Dit ene stukje is straks ook helemaal... Bang! Oké. Hallo, daar zijn we weer. Dit is Lea. En dit is Dini van Tins & Lot, het huis van handwerken. En vandaag is het 25 januari en morgen is Lea jarig. Yay! En ik dacht, ik heb een feestjurk, maar het is niet helemaal gelukt. En ik moet nog iets in mijn blote hals. Oh. En kijk, daar heb ik mijn kettingjes meegenomen. Maar au. Kijk, dit zijn mijn kettingjes. Dus dat moet ik even uitzoeken. Maar ik dacht, we beginnen maar vast. Heb je deze wel eens gezien? Is eigenlijk... Dit is zeker hier niet zo mooi bij. Oezazu? Dat is ook nog een merk. Ja, heb ik gewonnen. Oh ja? Otazu is het. Oh. Ja, en daar heb ik speciaal een jurkje bij gemaakt. Want ik had niks wat ik hierbij aankon. Maar dat heb ik onlangs verkocht op Vinted. Want dat jurkje begint je telefoon al te brommen. Kon ik overigens zeggen. Jouw verjaardag. Net als een heleboel oh ja, gaat iedereen me feliciteren. Maar het is eigenlijk mooi gepast. Kijk, deze kan hier wel bij. Ja, dat zeg je alleen maar omdat die niet in de knoop zit. Nee, dit is helemaal niet. Dit is een alternatieve... Die is... Dat grijs-groen past bij die jurk. Oké. Nou, dit was een alternatieve uit de derde wereldwinkel. Maar wat is dat toch jammer, hè, dit? Ik had nou een keer speciaal een ketting bij. Even zien of ik die nog kan vinden. Bij mij hangen ze aan iets. Waardoor dit niet gebeurt. En wat je nu doet, daardoor komen ze nog steeds verder in de war. Ja, maar... Oh, hier. Het was helemaal zo'n mooie paarse kleur. Met om die glazen kralen. Deze? Nee. Oh, die heb ik zelf gemaakt. Bij een jurk die ik zelf gemaakt had. Nou, ik geloof zelfs dat die er niet eens in zit. Dat heb ik hem natuurlijk uitgehaald, omdat ik dacht. Nou, ik hou deze wel lang. Of denk je dat dit leuker is? Je kunt ook twee kettingen tegelijk om. Of dit bij die andere. Dat past ook wel mooi bij elkaar. Oh. Oh, springt die al? Ja, dat is toch knap. Kijk. Hop. Het is vandaag, het gaat vandaag niet allemaal niet zo helemaal. Ah ja, maar kijk, dat is helemaal niet erg. Lea is vandaag, wordt morgen 65 en ik over een paar weken. Ja. Ja. Nou, en dus we doen nu een korte viering. Ja, korte viering. Want we zijn helemaal niet treurig over onze verjaardagen. En we hebben net besloten dat we de gebakjes gaan delen. Of wou je de helft eraf eten en dan? Ja, laten we dat doen. Want het blijft niet veel van over als je het... Of blijven ze wel staan? Ik vond wel een avontuur. Oké, nou dan doen we dat. Oké. Nee, je mag gewoon de helft eraf eten en dan eet ik de rest op. Oké, wil je dan dat ik hem in de lengte de helft eraf eet of in de breedte? Het kan me niks schelen. Oké. Nou, ik begin gewoon hier. Nee, dus we zijn helemaal niet somber over onze verjaardagen. Nee. Lekker ben. En het is een beetje jammer dat onze lichamen zo enorm in verval zijn geraakt. Ja. Dat had wel iets meer uitgesteld mogen worden. Ja, vind ik ook. Ik ben de laatste, sinds kerstmis ben ik zo gegroeid. Terwijl ik helemaal niet het gevoel heb dat ik heel veel gegeten heb. Dat vind ik zo grappig. Het is volgens mij echt een Friese manier om uit te drukken dat je dikker wordt. Gegroeid. Want je groeit natuurlijk niet. Ja, je groeit aan. Of er groeit iets aan je. Ja, hier vooral. Ja. Dus gegroeid. Volgens mij is dat echt heel Fries. Ja. Ik begrijp het niet, maar het is wel heel verschrikkelijk, vooral als ik die filmpjes dan terugzie van ons. Dan denk ik, oi, 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 oi. Wat groeit daar. Ja, of
had niet iemand kunnen zeggen dat we rechtop moeten zitten. Of, ja. Of zoiets, weet je wel. Ja, dat vind ik ook heel erg. Nou, en ik dacht dat dit een hele leuke jurk was. Toen zei die niet, als je maar achter die tafel blijft zitten. Ja, en niet bewegen. Ik ga nu deze kraal opeten. Denk je dat die eetbaar is? Ja. Nou, kijk. Bijna van je aardag. Hoort een cadeau. Een cadeau. Het staat er ook op, cadeautje. Met een echte strik. Meestal zit er gewoon een grote knoop in. Oh ja. En meestal eindigt het ermee dat je dit toch gewoon met de schaar zult moeten afknippen. Heel erg van lintjes en zo. Die bewaar ik altijd. Bewaren tot waarvoor eigenlijk en tot wanneer? Lingerie aan de Lutz. Dat is wow! Dat is bij mij in het dorp. Een dikke lingeriebom. Ja. En ik heb... Oh nee, hij is uitgegeven. Om 65 punten aan jezelf te verbeteren. Dan wel in toom te houden. Dan wel te verhullen. Oh, wauw. Maar dit is zeker een hele mooie winkel. Ja, het is een hele mooie winkel. Ja. En dat is bij mij een dorp. Aan de, dus als we nou niet te lang wachten, want ze hebben nog uitverkoop. Des te meer kun je voor deze bom bekomen. Ja, maar ze hebben ook badkleding. Ja, ze hebben hele leuke badkleding. Alleen wij hebben niet het lichaam wat in die badkleding tot z'n recht komt. Ze hebben waanzinnig mooie badkleding. Ja, maar... Dit is van de Primadonna. Ja, maar wil je badkleding? Nou dan? Ja, ik wil eerst afvallen voordat ik weer een nieuw badpak wil. Want zo wil ik niet. Ik wil niet een badpak voor maat 48. En dan nog een dikke buik erin hebben. Ja, maar lievertje. Ook al val je af. Dit is gewoon ons model. Jij hebt twee kinderen gekregen. Ja, maar kijk, als je dan zoiets aan hebt met streepjes, dat zou toch theoretisch... Van voren ziet dat er allemaal heel goed uit, maar van opzij ziet dat er allemaal heel erg uit. Niet zo. Maar je mag er ook ten kate onderbroeken van kopen. Gewoon lekkere witte onderbroeken. Ja, lekkere witte onderbroeken en lekkere witte hemden. Maar als we niet te lang wachten, als je bij mij op bezoek gaat komen... Dan gaan we dit stuk slaan. Oh, wat leuk. En dit is ook zo'n... Ja, dit is een ander merk, maar... Kijk, ook. Want die Primadonna, hoewel jij laatst ook al zei... Kijk, mijn borsten nemen alleen maar toe. Dus, maar die jouwe schijnen s'nachts gewoon weg te vliegen, zei je. Ja, die is... Weet het niet. Ik denk dat het komt dat je op je rug ligt en dan zakt dat zo naar beneden... Dan komt het niet weer naar voren. Dat denk ik. En waar blijft het dan? Nou, tussen je schouderbladen of zo. Ja. Of het zak naar beneden en dan zit het ineens hier. Ja. Ja. Ik bedoel, jij hebt... Nee, je hebt geen kunstborsten. Er is gewoon alleen een heel stuk af. Ja. Ja, is het niet eng? We zitten nu in boekjes te kijken met allemaal waanzinnig mooie... Ja, badkleding en ondergoed en broekjes en dan weet ik veel. Nou ja, dit is een totaal... Ik heb die boekjes ook niet in dit doosje My gedaan, invisible hoor. Force. Dit is helemaal das waar eenmaal. Nou nee, want volgens mij zijn dit ook redelijk grote maten. Ja, dit zijn hele grote maten. Ja. Dat wil zeggen hele grote cupmaten. Zoiets vind ik ook schattig. Ja. Kijk, en dan denk je bij jezelf, ik wou dat ik een leuke vriend had. En dan deed ik zo'n mooi setje aan. Ja, nou ja. Leuk. Kijk, voor deze cadeaubon kun je niet een heel setje. En ook niet een leuke vriend. En helemaal nee. Nou ja, misschien wel, maar dan een weggooivriend. Een opvriend. Ja, kijk, het is heel confronterend. Mm. Op onze leeftijd ondergoed. Ja. Maar goed ondergoed. Onder een jurk of wat dan ook, doet wonderen. Nou. Dus we zijn het alleszins waard.
Ik geloof niet dat ik deze jurk er nog mee kan redden. Nee. Ik zou zeggen, deze jurk knip ik hierna door en is voor de poetsdoeken. Ja, vorige week had ik een trui aan waarvan jij zei, wat een leuke trui. Ja. Dus soms, om je maar even op je 65ste verjaardag enorm te beledigen, soms weet je heel goed wat je staat en wat je niet staat en wat je wel en niet aan moet trekken. En soms ook denk ik, jeetje, hoe krijg je het voor elkaar? Nou ja, kijk, dat denk jij misschien en de kijkers ook van wat ik aan heb. Nee, eigenlijk nooit. Bij mij is het alleen een mateloze manier van totale zelfoverschatting. Dat weet ik ook. Soms zie ik mezelf wel eens op foto's en denk, oh, echt, dat kan ik nooit meer aan, zoiets. Ja. Ja, maar ik had een paar dan weken geleden... regelmatig. Op de, was ik op een feestje en daar had iemand mij een gouden slinger in het haar gedaan. En stom toevallig had ik een effen jurk aan en mijn tas zo schuin over. Nou, ik zal hem even opzoeken. Ik zou je zeggen, ik keek naar mezelf. Ik dacht, halleluja, ik lijk wel een koningin op een statieportret. En dat is dan ook wel weer heel fijn. Ja, dat is een leuke foto voor op Tinder. Oh ja, op Tinder. Moet je nou eens kijken. De introductie van het grote glas teken. Oh ja, echt? Ja. Ja, hè? Wie is die man? Ja, die man, dat is een gemiste kans. Oh. Dat is mijn collega Wim. Oh. Jarenlang vonden wij elkaar heel leuk en dacht Wim, nou, die Dini is zo leuk, die zal wel een vriend hebben. En ik dacht altijd, nou, die Wim is zo leuk, die zal wel een vriendin hebben. Wij zijn elkaar helemaal misgelopen, want hij is inmiddels getrouwd, helemaal gelukkig getrouwd met zijn Maria. Ja, dus hadden we maar één keer gewoon aan elkaar gevraagd, zeg, hoe zit het eigenlijk, ben jij bezet, ja of nee? En daarom, dames en heren, moet je regelmatig op een feestje wat te veel drinken, want dan doe je dat namelijk wel. Oh ja, nou ja, kijk, en ik ken hem niet eens van op een feestje, maar gewoon vanuit mijn werk. Maar daar heb je wel gelijk ja, in. Ja, dat is te serieus. Ja, want hadden we dat maar één. Maar ja, het is maar helemaal de vraag of het ooit wat geworden was. Dit, ja. Het verhaal is te goed om kapot te maken. Maar dat is dus Wim. Oké. Maar ja. Je zag er inderdaad uit als toch, alsof ik op een staart. Maar dat komt door die even donkerblauwe jurk. En die band zo. Met die band zo schuin en, over. En dat gouden ding op je hoofd. Gedoe in mijn haar. Ja. Nou, wat een mooie foto. Als ik dan ga tinderen, dan zal ik die erop zetten. Ja, doe dat maar. Koningin zoekt. hoe heet dat weer bij koningin? Page? Nee, Dienaar. Ja. Hofdienaar. Onderdanen. Koningin zoekt onderdanen. Onderdaan. Met prettig onderstel. Onderdienaar. Onderdanige dienaar. Dat wil je helemaal niet. Je nee, wilt juist ik wil gewoon een kerel, een houthakker. Ja, zo een koningin van Hornbach. Houtvester. Koningin zoekt Hornbachman. Ja, Hornbachman. Een Hornbachman. Ja, maar ja, in de praktijk zullen ze wel tegenvallen. Ja, en dat is dat. Maar die reclame is zo goed. Maar dat is net zoiets als met mensen en schilders die thuis heel afgebladderde benden hebben en zo. Ja. En bij een ander is je altijd aan het klussen en thuis zit je aan het mopperen dat er nodig is wat gebeuren moet. Hornbachman, ja, maar Hornbachman is een man die in zijn vrije tijd klust. Tenzij je bedoelt de man ja, die de verkoper die is bij de Hornbach. Ja, maar klust hem altijd bij een ander. Oh zo, jij bedoelt de klant van de Hornbach. Ja, oh, stoere man. Ik dacht dat je zo'n man bedoelde die daar werkt en die nee. daar alles weet van Nee, ik zoek een bezoeker oh. van de Hornbach. Zo'n man die op zaterdag is even fijn van alles oh. in komt slaan om dat vervolgens allemaal te gaan, ja. juist te gaan verbouwen. Dat zoek ik. Oh.
een man die een enorm groot boorapparaat koopt en ja, dat zo schuin voor die niet gewoon zo'n boormachine heeft zoals wij dan. Nee, natuurlijk gewoon echt zo'n boor. Een mitrailleur van een boormachine. Ja, de Hornbachman. Met een bijl, dat hij dan de houtjes gaat hakken voor de open haard. Ja, precies, met zo'n geblokte die hij zelf gemetseld heeft trouwens, die open haard. Nou, als er dan een snor aan zit, nou, dat neem ik dan voor liefde bij, want ik hou niet zo van snor. Nee. Maar, er blijft ook altijd van alles in zitten. Kauw. Als wij nu die taartje hadden gegeten met een snor, dus zo'n Hornbachman. Hoewel, zoek ik. Mijn man had ook een snor. Ja, maar ik heb jouw man nooit begeerd. En op een goede dag had hij die eraf geknipt en ik heb het niet gezien. Nee, toen zei hij, je ziet het niet in. En toen zei ik, liever te kijken alleen maar naar de binnenkant. Ja, je had toen al kunnen weten dat dat niet goed zou gaan met dat huwelijk. Ja, had ook een snor. Had ik geen last van trouwens. Als die haren maar niet over die lippen heen hangen, valt het wel wat mee. Oh ja, nou ja, als je niet zoent of zo, dan heb je er ook geen last van natuurlijk. Nee, maar dat deden we dan wel. Oh, dat dan toch nog weer? Ja, zo'n bel. Ja. Nou, het was eigenlijk de bedoeling dat ik met mijn vriendjes hier het varkentje af zou maken waar ik nog steeds mee bezig ben. Ja, wat is de boven- en wat is de onderkant? Kijk, zo'n leuk staartje. Grappig. Ja. Zo kun je toch ook van die mooie ronde zomer maken. Dat had jij toch ook aan die sjaal? Heb ik aan die fantastische driehoeksjaal van Ravelry. Maar dat is dan heb je heb ik zo'n drie steken gebruikt. Of zo. En dan breien die drie steken. Ik vond het heel moeilijk. Als je maar één keer weet als je één keer snapt hoe het moet. En het resultaat was fantastisch. Dan krullen die randen niet om. Dan krijg je allemaal hele mooie V's. Grote V's. En het krult niet om. Nee. Maar ik had dat trouwens ook nat gemaakt en geblokt. Oh ja. Iets waarvan ik vroeger altijd dacht, wat een onzin. Ja. Maar dat komt je breiwerk wel te goede. Ja, dat is eigenlijk wel, moet je wel doen. Dat doe ik wel altijd hoor. Okay. Proeflapjes breien bijvoorbeeld niet. Misschien moet ik het daar nog eens over hebben. Oh ja. En dat doe ik eigenlijk nooit. Komt je wel eens op het mot. Eigenlijk moet je altijd een proeflapje breien. Iedereen zegt ook altijd, je moet wel een proeflapje breien. Wij zeggen ook tegen iedereen, brei een proeflapje. Ja. Alleen zelf doen we het niet. Nee. Maar ja, je wordt vanzelf wijzer. Ik bedoel, hè, jij weet dat je los blijft, dus je neemt meestal wat dunnere pennen. En ik weet dat ik... Jij weet niet dat je te vast breidt. Want dat ontken je gewoon. Ik brei meestal gewoon en dan klopt het precies met dat steken. En denk ik, hoef geen proeflapje, het komt wel goed. Ja. En soms heb je dan een centimeter te weinig en dan doe je zo. Dan is die ineens goed. Ja, maar ja, kijk, met die sokken van ons maakt het allemaal niet zoveel uit. Nee, wel nee. Maar op een heel groot breiwerk maakt het wel uit. Ja. Ja. Het is hetzelfde als met tegel zetten. Je begint met een tegel die een fractie van een millimeter verschoven zit. Maar 2 meter verderop mis je gewoon een hele halve tegel. Ja. Ja, het is net als tegel zetten. Misschien moeten we dan een tegelzetter zoeken. Oh, een tegelzetter. Ik ben zo blij, want het is weer 2023. En dan begint... Vorig jaar heb ik vier keer de ANWB-man gebeld. En dat mag je kan nu weer opnieuw beginnen. En dan moet je weer extra betalen. Dus ik heb zo gehoopt dat er niks met mijn auto aan de hand zou zijn. En nu is het januari, dus we kunnen weer overnieuw beginnen. En waar is het verband met de tegelzetter? Niks, maar ik dacht aan een tegelzetter en een AWB-man. Ook eigenlijk nog steeds zoeken. Hoe meer mannen we zoeken, hoe minder... Hoe groter de pakkans uiteindelijk is. Ja, ja. Dus een Hornbachman, glasvezelman, AWB-man, tegelzetterman... Glazenwasserman. Nee, die hoef ik niet. Waarom moet je glazenwasserman? Als dat alles is wat hij kan, wat heb je daar nou aan? Hoe weet je nou of dat alles is wat hij kan? Nou, wat moet hij dan dat mee kunnen? Toch van de Hornbachman weet je dat toch ook niet? Die kan klussen. Een AWB-man. Een AWB-man kan auto's repareren. Oh, je bedoelt een glazenwasser heb je thuis niks aan? Nee. Nee, ja, maar misschien...
kan die man nog wel veel meer. En dan nog wat, die man die staat overal de ramen te lappen. Weet jij veel wat hij allemaal ziet als hij naar binnen kijkt? Dat zijn van die flauwe grappen. Nee, nee, mijn man was zo. En zei mijn pake Jan dat altijd? Buiten etalage kijken, thuis genieten of zo. Het is op zijn Fries en dat betekent zoiets als je verlekkert je buiten in de buitenwereld aan allerlei lekkere dingen. En thuis heb je zoveel zin gekregen dat je dan je eigen vrouw bespreekt. Ja, was het niet van dat je thuis moet eten, maar je krijgt buiten trek en thuis eet je. Ja, of zo. Zoiets. Ik weet het niet meer. Het is een geweldig spreekwoord. Pake Jan was een wijs man. Ja, vooral op dit, waar het dit gebied betrof. Ja. We kwamen daar, oh, die glazen wassen. De Hornbachman, de glazen wassenman. Ja, wat is nou een ideale man? Ja, de man die alles kan. Dat is de ideale man. Nou, er was laatst ook zo'n discussie. Waar was dat nou ook weer? Oh ja, oh, bij de slimste mens. Van, je hebt tegenwoordig mannen die ook fijn koken en ook stofzuigen en zo. Oh, die aflevering heb ik gezien. Die scheerde langs de rand van de afgrond, vond ik. Dat heb ik even gemist. Ja, omdat Philip Freeriks die deed zo raar en ongeëmancipeerd over dat mannen tegenwoordig dat allemaal je kunnen. Wat zei hij ja, nou nee, ook alweer? Want je ging langs de rand van de afgrond. Volgens hem was de keuze van je wou een sterke man en een stoere sterke man of je wou een man die de afwas deed en die op de kinderen paste en zo. Ja. En toen zei zij, volgens mij die Queenie, en die zei van, nou, die was heel atrem. Die kan allebei, ja. Zei ze. Ja, waarom kan die allebei? En mijn man kan het allebei. En toen had hij iets. Toen gebeurde er iets heel onhandigs of zo. En toen, toen dacht ik, oei, oei, oei. Iets, er gebeurde volgens mij iets waarvan hij later zelf ook gedacht moet hebben. Godzijdank, waar heb ik zo gereageerd? Ja. In plaats dat hij nou gewoon ter plekke daar zegt: hebba, ik gedraag me als een oude lul, ik neem het direct terug. Dat had hij moeten doen. Ja. Dat had hij moeten doen. Oké, nou, we breien er een eind aan. We moeten eens een ander einde zien te vinden. Ja. We houden ermee op. We leggen de pennen neer. Oh, we leggen de pennen neer. Even af. voor nu. Was dit het even? Ja, maar weet je, ook in 2023 kunt u abonnee worden van ons YouTube-kanaal. Oh ja, dat vergeet. Ja, maar vooral ook van de club. En van de club. Wij hebben een YouTube-kanaal, maar er zit een hele club achter. Leden. De club heet ook Tim Zalot, het Huis van Handwerken. Ja, en daar gaan we allemaal leuke dingen in doen. En we hebben deze keer niet zoveel gedaan, terwijl we dat wel van plan waren. 2023, het jaar van het varkentje. Ja, maar dat is het niet. Het is het jaar van de geit of zo. Oh ja? Nee. Ik weet het ook niet. Konijn? Weet het niet. Moet ik ook iets noteren in de agenda? Ladybug. Ladybird. Hoe bedoel je? Nou, ik heb hier een agenda. 2023. Misschien hebben we een idee of iets. Het jaar van het konijn. Konijn, wat zei ik? Dit jaar is het. Ja, je had gelijk. Dit jaar is het jaar van het konijn weer aan de beurt. Wat was 1958? Het is het Chinese jaar van het konijn. Wat was 1958 voor een jaar? Ja, dat moet ik dat nu ook. Dit is een spaarpotvarkentje. 58. Heel zwaar. Dit is zo'n leuk varkentje wat je achter op de auto hebt staan, op de hoedenplank. Het jaar van. Ja, waarom is die ene zo zwaar? Nou, kijk, nou, hier zitten ook geldjes in. Heel tientje. Oud geld? Nee, er zit 5, 2 euro stukjes in. Maar die horen eigenlijk hierin. Het jaar van de hond. Ja. Het elfde dier uit de dierenriem. Maar
Maar eigenlijk is dat heel gek, want wij zijn toevallig in hetzelfde jaar geboren. Dat is toch heel gek, dan zouden wij hetzelfde karakter hebben. Ja, maar wij verschillen enorm. Ja. Toch? Welk dier zou je willen zijn? Ja, jij wilt het jaar van het varken. Nou, dat is heel grappig. Dat wou ik nog wel even zeggen. Het was min of meer toeval dat er wat varkentjes in mijn huis stonden. En Dien denkt dat ik dus altijd wat met een varken heb. Nou vind ik dat ook wel leuk. Ja, maar jij wilt ook altijd een varken handwerken. En een, je wilt altijd met varkentjes. Maar toen ik ging trouwen, toen had mijn man een kaart getekend met twee kikkers erop. En ik had ooit op de basisschool, nee, op een middelbare school had ik een beeldje gemaakt met twee kikkers die zo, en dat was denk ik een beetje de inspiratie, maar hij had dus op onze verlovingskaart, we hadden nog een verlovingskaart, had hij twee kikkers gezet, heel schattig, mijn man kon heel goed tekenen, en om de een of andere reden gingen mensen toen denken dat ik kikkers heel leuk vond, en ik kreeg dus van alle kanten een beeldje met een kik toen ik baby kreeg met een kikker, met een kikkertje eraan. En mensen in overal waar ze kikkers zagen, dan dachten ze, oh, die hebben we verleden mee, die vindt kikkers leuk. Dus ik had ineens mijn hele huis vol met kikkers. Terwijl, ik heb eigenlijk helemaal niks met kikkers, maar dat kwam zo. En zo zit ik nu ineens in de varkentjes. Maar als ik moet kiezen, vind ik varkentjes leuker dan kikkers. Vind ik ook. Ja. Ja. Maar van mij zul je toch niet gauw een varken krijgen. Nee, dat dacht ik al. Maar misschien van andere mensen voor mijn verjaardag wel. Ja, maar dat is nu te laat, want het is nu je verjaardag. Dus dat komt dan pas volgend jaar. Nee, want wij hebben het vorige week hebben het gevraagd. Oh, is dat zo? Ja. Dat ben ik helemaal vergeten. Ja, dus krijg ik morgen allemaal foto's in de club. Oh ja, foto's. Ja. Nee, mensen die een varkentje voor me gaan maken. Nee, ik neem niet alle mensen dat op gaan sturen. Maar als ze dat doen, dan krijg ik die morgen. Nee, dat is waar ook. Oké, nou, we zullen het zien. En morgen weer taart. En ik moet niet snappen waar ik zo dik voor word. Oké, dag. Tot volgend jaar op mijn feestje.